Ja, snoetje. Oh ja, ja. We zien hier een mooie foto inderdaad. Ja, hier ging een Pomeriaan. En dat is helemaal een soort van trendhond aan het worden. De bekendste hond op Instagram is ook een Pomeriaan. Dus iedereen wil nu zo'n Pomeriaan, maar dan geknipt als een teddybeer. En dat heb ik dus niet gedaan. Maar niet zo goed is voor de vacht. Ik vind dit wel... Ja, is het lekker fluffy zo, hè? En alle kindjes denken dat het een teddybeertje is. Oh. Het is helemaal leuk, gezellig. Ja. Heb jij ook een hond, Charity Bagu? Eigenlijk ook alweer gek dat ik hier nog helemaal niet heb gezeten, maar nee, het gaat goed met mij. Je bent ongelooflijk druk geweest met de misverkiezingen. Ja. Vertel. Ja, Miss Nederland was wel echt op en top druk inderdaad. We hebben onlangs de finale gehad, maar we hebben een voorbereiding van een half jaar gehad. Ja. Met 12 echt superleuke finalisten. En daar hebben we keihard aan gewerkt en veel ook in media trainingen, veel workshops. En, het waren ook weer prachtige dames. Ja, zit er nou ook wel eens een jaartje tussen dat het even wat minder is? Net zoals met goede wijn, weet je wel, dat je minder jaar nou, hebt. Nou, wel qua hoe de meisjes sinds 2002 heb gehad, denk ik. En dat zegt heel veel. Ja. De meisjes hebben nog steeds iedere dag, want ik zit in die groepsapp, nog steeds contact met elkaar. Ja, nodigen elkaar continu uit. Twee meisjes zijn zelfs gaan samenwonen. Echt. En ze zijn echt allemaal vrienden. Hebben ze ook een relatie op misverkiezingen zo'n beetje? Zijn sinds jaren 2002, zei je al van, ja, hoe heb je dat zo opgebouwd? Nou, niet alles hoor, want ik ben wel heel, heel strikt in wat ik wil doen. En ik ben begonnen met het Miss Overijssel ooit. Nou, ik won Miss Universe Nederland per ongeluk. En dat ging best wel snel. Binnen 2 weken zat ik bij Miss Universe. En daar werd mij de vraag gesteld door Donald Trump in die tijdstudie. Dezelfde Donald Trump? Die vroeg dat aan jou? Verkeerde tijd zat ik. Nee, hij was altijd de eigenaar van Miss Universe. Tot 2 weken geleden. Want hij heeft 2 weken geleden zijn aandelen verkocht. Dat was een beetje gedoe, hè? Ook. Ja, maar het kan allemaal niet samen. En minister-president aan. Maar hij was altijd wel fan van mij. Dus hij was eigenlijk jouw baas dus? Ja. Hij was eigenlijk mijn baas en toen heeft hij gezegd, gewoon weer Nederland doen. Toen dacht ik, nou laat ik eerst Overijssel proberen. Ja. En toen heb ik Overijssel ook heel veel met RTV Oost gedaan. Ja. En in 2009 heb ik toch Miss Nederland overgenomen voor Miss World en Miss Universe. En Miss Duitsland. Dus... De White House bijvoorbeeld? Nou, nee. Ja, het heeft laatst de media wel bereikt in elk geval. Een jaar geleden heeft hij mij een aanbod gedaan voor een baan. En, maar dat heb ik een keertje gekscherend tegen mijn mensen gezegd. Maar toen het bekend werd dat hij minister-president werd, toen dacht men ineens, oh, laten we dat nieuwtje van Kim nog even meepakken. Heel slim. En in het Westen geloven ze er niet. Die denken, oh, je kent Donald Trump helemaal niet. Maar goed, moet ze allemaal lekker zelf weten. Ik weet wat er waar is. Het was je baas. Ja, precies. Eigenlijk op contract nog steeds. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik ben lekker hier. En, heel goed. En dat vind ik echt. Ja, echt maar. En ze is echt een topmis. Het is gewoon een soort van vriendin. Ja. Ik heb de hele dag heb ik haar natuurlijk bij me. Ze zit nu ook in Hengelo. We hebben een kapper. Het is een heerlijk kind en waarvan ik nu al weet, daar ga ik heel goed mee werken. En dat was eigenlijk ook bij de casting dit jaar waar we naar op zoek waren. Naar een Miss met wie wij een echt goed team kunnen vormen. Ja. En waardoor we het beste kunnen presteren internationaal. Die heb je gevonden? Elke avond zo voor je? Nou, de hele dag. Ja hoor. Nou, tot echt gisterochtend. Hij zingt echt de hele dag. Maar hij maakt nu op dit moment zoveel nieuwe platen. Nou, in de aankomende weken komen er zoveel platen internationaal uit. Ja. Dat het bijna niet te beseffen is hoe hard het gaat. Nee. En die oefent hij allemaal mooi op jou. Charity, heb je ook... In India zaten ze mij ook heel goed te promoten. 2 jaar geleden heb ik auditie gedaan van Kim. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de vrouwen aan het roer staan. Ja. Dat hebben wij wel veranderd. En het imago gewoon heel erg goed gemaakt. Want het begin een misverkiezing... Daar heerste best wel een smet op. Ja, en ik wilde er een beetje gekscherend over gedaan. Ja, en daar wilde ik heel erg wegblijven. Dus daarom dat ik ook echt heel... zij doet gelukkig India. Maar ik bedoel, als ze zingen, want het moet heel duidelijk zijn. Nederland is Miss Nederland, dat is Kim. Ja. Zeg maar, want anders dan wordt het... Er allemaal zijn zoveel misverkiezingen over de hele wereld, dat wordt het te moeilijk. Ja. En ik denk dat we daar heel, heel stug in door zijn gegaan. En heel veel neer hebben gezet. Dat en is dus denk heel...